Daar is hij dan, de nieuwe iPhone 13 en 13 Pro. Hij heeft nu een verbeterde camera, nog sneller processor en de batterij is een flink stuk verbeterd. Mijn naam is Daniel en ik heb hem grondig getest. En in deze video ga ik je er alles over vertellen. Laten we meteen beginnen. Laten we het eerst hebben over het design. Op het eerste gezicht lijkt er niet heel veel veranderd. Alleen bij de iPhone 13 mini en bij de iPhone 13 is de camera veranderd. In plaats van dat ze nu onder elkaar staan, staan ze nu schuin tegenover elkaar. Daarnaast nog steeds dezelfde roestvrij stalen rand bij de Pro-modellen. En de achterkant die is gemaakt van mat glas bij de Pro en normaal glas bij de iPhone 13. Ik vind het matte eigenlijk wel heel tof, want je ziet namelijk minder vette vingers erop. Waar je wel een verschil ziet, dat is aan de voorkant. De notch die is namelijk 20% kleiner geworden. Ik zelf dacht dat ik het heel erg zou gaan merken, maar je merkt het eigenlijk nauwelijks. Alle iPhone 13 modellen die hebben een schermupgrade gekregen. Ze hebben namelijk nu een scherm met de ProMotion technology met adaptive refresh rate tot 120 Hz per seconde. Dat zorgt ervoor dat de pagina's nog vloeiender bewegen. Ben je bijvoorbeeld een boek aan het lezen, dus langere tijd op hetzelfde punt, dan ververst die heel weinig, 10 keer per seconde. Maar ben je nu op Instagram lekker aan het wegswipen of ergens anders, dan verhoogt je iPhone dat automatisch naar 120 Hz, zodat de beweging er vloeiender uitziet. Alle iPhone 13 modellen die hebben True Tone Technology. Dat zorgt er dus voor dat het blauw gefilterd wordt op het scherm wanneer je bijvoorbeeld 's avonds een boek aan het lezen bent. De iPhone 13 Pro modellen die hebben tot 1000 nits helderheid en de iPhone 13 tot 800 nits helderheid. Dat betekent dus dat als je nu buiten een boek wilt lezen of een film wilt kijken, dat je dat nu gemakkelijk kan doen omdat het scherm nu helder genoeg is. Alle iPhone 13 modellen die hebben nu de nieuwste A15 Bionic chip die nog sneller is. Gebruik je nu voornamelijk je telefoon voor Instagram of bijvoorbeeld iMessage, dan ga je het niet heel snel merken. Maar speel je nou bijvoorbeeld heel veel spelletjes of Mario Kart, net zoals ik, dan ga je het wel merken. Want alles gaat namelijk nu nog sneller en nog vloeiender. Waar ik het voornamelijk in merkte is in de batterij. De chip is namelijk nog zuiniger. De iPhone 13 mini gaat nu 13 uur mee als je bijvoorbeeld een film aan het kijken bent via Apple TV+. De iPhone 13 die gaat mij liefst 19 uur mee. Ik heb hem nu eindelijk een week uitgetest en wat me vooral opgevallen is, is dat de iPhone 13 mini nu de hele dag meegaat. Voorheen bij de iPhone 12 mini moest ik 's avonds rond 7 uur opladen omdat hij dan al bijna leeg was. Maar dat hoeft dus nu niet bij de iPhone 13 mini en dat is toch wel ideaal. De iPhone 13 Pro die heeft een batterijduur van maar liefst 20 uur als je een film gaat kijken via Apple TV+. En de iPhone 13 Pro Max maar liefst 28 uur. Oké, nu gaat er niemand 28 uur lang een film achter elkaar kijken. Maar ik heb hem laatst meegenomen naar Disney en ik had aan het einde van de dag nog steeds 35% batterij over. En dat terwijl ik op Instagram heb gezeten, Snapchat en zelfs de Disney app. Dus dat is wel echt wel bizar. Wat heel fijn is, is dat je met de nieuwe iPhone kan snel laden. Je kan dus met 30 minuten laden 50% batterij. Dat is ideaal voor als je vergeten bent je telefoon op te laden en je toch snel uit huis moet. En dan de grootste upgrade bij dit model, en dat is natuurlijk de camera. Je krijgt nu namelijk nog meer details, nog meer kleuren en je kan nog beter inzoomen. Je kan namelijk bij de iPhone 13 tot maar liefst 2 keer optisch uitzoomen en bij de iPhone 13 Pro tot maar liefst 6 keer optisch inzoomen. Optisch inzoomen, dat zorgt ervoor dat je geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je namelijk aan het inzoomen bent door middel van de lenzen in plaats van software technisch. Ik ben even op pad geweest en ik laat het je even zien. Links een foto zonder zoom en rechts met 6 keer optische zoom. Nou, je ziet gewoon dat er geen kwaliteitsverlies is in de foto's en dat is echt uniek en bizar tegelijkertijd. Je kan het object wat je probeert te fotograferen zo dichtbij mogelijk krijgen. Kijk, nu gebruik ik de 6 keer optische zoom niet elke dag, maar als ik bijvoorbeeld naar Disney ga en ik probeer tijdens een show Mickey Mouse te fotograferen, dan kan ik hem dus nu heel dichtbij krijgen. Bij de Pro-modellen kan je tot 3 keer optisch inzoomen met de telelens, waardoor je dus portretfoto's nog dichterbij kan krijgen. En tot 6 keer optisch inzoomen met alle lenzen. Bij de iPhone 13 mini en de iPhone 13 kan je tot 2 keer optisch uitzoomen en tot 5 keer softwarematig inzoomen. Wat je nu ook kan doen is de foto aanpassen terwijl je hem maakt. Zo kan je meer warmte of meer kleur toevoegen en dat allemaal terwijl je de foto nog moet maken. Dit komt doordat de nieuwe camera die zorgt voor dat er nog meer informatie wordt opgeslagen. Ik zelf zit bijvoorbeeld urenlang op Instagram en bewerk dan de foto's zodat ze perfect zijn. Nu kan ik dit dus allemaal gewoon van tevoren bepalen. Naast al deze toffe functies kan je nu nog beter foto's maken in het donker. Hij pakt namelijk tot wel 92% meer licht, dus hoe donker de kamer of buiten het ook is, je iPhone zal alsnog een prachtige foto maken. Ik zet even een foto ernaast zonder nachtmodus en moet je kijken wat een verschil. Het is gewoon bizar. En last but not least, portretten in nachtmodus is nu ook beschikbaar op alle modellen.
Genoeg over foto's, laten we nu toffe beelden schieten met de nieuwe camera. Ik kan er natuurlijk heel veel over vertellen, maar ik denk dat het beter is als ik het je gewoon laat zien. Dus laat ik deze camera even verwisselen met de nieuwe iPhone 13 Pro Max en laten we daar dan verder op gaan. Wat heel tof is aan de nieuwe iPhone 13 is dat je filmmodus hebt. Met filmmodus kan je filmen in scherpte diepte. Op dit moment ben ik scherp, maar is mijn achtergrond geblurred, dus is die wazig. Maar dit kan ik heel makkelijk aanpassen door dus nu de achtergrond scherp te maken en mezelf dus eigenlijk wazig te houden. Dit kan je doen terwijl je aan het filmen bent. De iPhone doet dit automatisch. En je kan het ook achteraf doen op je telefoon of iPad als je iOS 15 of hoger hebt. Dus je hebt 3 manieren om dit aan te passen. Maar stel je voor, je bent niet alleen, maar samen met iemand anders. En toevallig is Caro hier. Kan je dus aanpassen wie er scherp is. Dus als ik bijvoorbeeld nu naar Caro kijk, dan zie je dus dat Caro scherp wordt. En dat ik dus gewoon wazig ben. Naast alle upgrades en nieuwe toffe functies heb je ook nog steeds MagSafe in de iPhone 13. MagSafe zorgt ervoor dat je kan draadloos snel laden en door middel van een magneet blijft die altijd op de juiste plek zitten. MagSafe is ook handig voor andere accessoires, zoals bijvoorbeeld in je auto als houder, maar ook voor je portemonnee. Daarnaast kan je ook nog laden met Lightning en ondersteunen alle iPhone 13 modellen 5G-netwerk. De iPhone 13 modellen die heb je in 128 GB met opslagcapaciteit, 256 en 512. En de Pro modellen die kunnen zelfs tot 1 terabyte. Oké, conclusietijd. Dit is echt een geweldige iPhone. Nog snellere chip, verbeterde camera en een veel betere batterij. Dat is eigenlijk alles wat je in de nieuwe iPhone wilt zien. Jammer genoeg heeft hij nog Lightning aansluiting, want ik had graag gezien dat dit USB-C zou zijn. Maar goed, misschien in de volgende. En dan misschien vraag je je af, voor wie is deze iPhone dan echt bedoeld? Ben je nou bijvoorbeeld influencer en maak je heel veel foto's of video's en post je die dan overal op je social media, dan raad ik toch echt wel de iPhone 13 Pro aan. Door de verbeterde camera en die bizar goede batterij gaat hij gewoon echt een hele dag mee. Ben je nou iemand die af en toe een selfie maakt of een foto maakt op vakantie en voornamelijk hem gebruikt voor mail en social media, daar is de iPhone 13 echt geschikt voor. Heb je nou nog vragen over de nieuwe iPhone 13? Laat ze dan even weten in de reacties. En dan probeer ik die zo snel mogelijk te beantwoorden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!